Maar als dat extreme kabinet over rechts er komt, dan is er niet alleen maar een kabinet dat voor een asielstop is, maar ook een kabinet dat tegen klimaatbeleid is, tegen Europese samenwerking en tegen de toekomst van de jonge generatie. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat die migrant in Nederland doet. Als een buitenlander op de bank zit, dan noemen we hem een luie uitkeringstrekker. Als diezelfde buitenlander aan het werk gaat, dan pikt hij een Nederlandse baan in. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Oprecht, betrokken, het beste voorhebben met Nederland. Onze eerste klimaatminister, Rob Jetten. En wie doet meer daarvoor dan wie dan ook? Wie weet er meer van? Wie heeft er meer voor gedaan dan wie ook? Dat is Rob Jetten. Rob Jetten heeft onderdeel uitgemaakt van een kabinet dat gewoon niets heeft gedaan. Dat is niet waar. Dat het kabinet 1000 dagen niks gedaan heeft aan klimaat. Ik denk dat je daar een beetje een strategische blunder mee hebt gemaakt. Voor het eerst, de klimaatdoelen van Nederland zijn binnen bereik. En dat is omdat we de allereerste minister van Klimaat en Energie hadden die wat heeft gedaan. Voor Europese samenwerking, internationale rechtsorde, vrede en veiligheid. Stem vandaag voor Rob Jetten. De laatste eindsprint, daar gaat het om. En met Rob gaan we dat doen. Stem op een partij waar onderwijs en wetenschap in veilige en goede handen zijn. En diezelfde partij die keuzes durft te maken in de zorg en gezondheid voorop stelt. Als we nu niets doen, dan dreigt er een harde afslag naar rechts. Bijna niet voor te stellen. Dan wordt er bezuinigd op het onderwijs, is het gedaan met de klimaatambities en keert ons land naar binnen. Met veel energie, passie en kennis laat Rob Jetten zien klaar te zijn de progressieve kar te trekken. Hij doet het elke dag. Stem D66, stem op Rob Jetten. Ik beoordeel mensen in Nederland op wat ze doen en wat ze bijdragen aan onze samenleving. En ik zal me dus ook altijd verzetten tegen intolerante politiek. Nee, in Nederland doet iedereen ertoe, mag iedereen meedoen, meneer Wilders.